Dag lieve jongens en meisjes, dames en heren, welkom terug op mijn kanaal. Welkom bij weer een nieuwe Pokémon Scarlet en Violet aflevering. Voordat wij verder gaan met ons avontuur, heb ik een kleine verrassing voor jullie, maar zeker ook voor Noah. Die heb ik even beneden gestuurd, ik ga hem zo roepen. Het is namelijk zo, ik heb nog een tweede account en met het tweede account... ja, daar ga ik altijd mee shiny hunten. Wil ik shiny hunt video's voor jullie voor maken. En ik was die dus gisteren aan het installeren. Intro aan het spelen. Ik was lekker bezig. Ik denk, nou, even dat begin door. Even kijken hoe je moet shiny hunten, et cetera. Heel toevallig, met alle geluk van de wereld, liep ik dus tegen een vette shiny Pokémon aan. Alleen Noah weet het dus nog niet. Ik wil hem hiermee verrassen. Dat ga ik nu doen. Dus wat ik ga doen, ik ga hem even halen. Ik haal hem terug. Dan gaan we kijken hoe die gaat reageren op onze allereerste shiny Pokémon. Let's go! Oké, jongens, Noah is in de house. We hebben een verrassing voor hem. Hij heeft helemaal geen idee wat hem te wachten staat. Heb je zin in je verrassing? Ja. Doe je handen voor je ogen. Niet kijken, oké? Maar echt niet. Echt niet kijken, beloofd? Ja, ik doe mijn ogen. Oké. Let op. Eén momentje. Oké, doe je ogen maar open. Onze allereerste shiny Pokémon! Wow! Wow! Roze varkentje. Vet om neer, ouwe. Oké. Nou, we gaan even snel verder met ons avontuur. Dus we moeten even switchen naar het andere account. Trouwens, voor alle nieuwe abonnees, jullie zitten... volle bak te abonneren op ons kanaal. Echt super bedankt daarvoor. Echt super leuk dat jullie kijken. Welkom bij de DropArmy. We gaan echt een vette serie maken. Dus blijf vooral op die dikke vette duim drukken. Ga de school in. En ben je nog niet geabonneerd, knal dan in ieder geval ook even op die knop. Hier zijn we dan, DropTheMike. Welkom bij de Uva Academy. Bij de school. Oh, het is echt super groot, zegt ze. Het is groot genoeg om gewoon te gaan battelen ook hier. Maar op een of andere manier doen ze dat dus niet in bij de hoofdingang. Kijk die leraar. Die wel allerlei goede haren. Goedemorgen, meneer Jacques. Hij zegt, ik ga het jullie dadelijk vertellen, maar we hebben een nieuwe kleine vriend die bij ons in de klas komt. Hoe is het nou weer klein dan? Wij zijn hartstikke grote gasten, man. Dat zijn wij natuurlijk. Hier, kom aan. Yo! Yo, hoe is het, gasten? Ik ben meneer Jacques. Ik ben biologieleraar. Hier op school. Oké dan, gozer. Wij gaan even rustig... Oh, hier, daar zitten we. Wij zitten daar, op de tweede rij. Oké. Lekker plekje wel. Hier, die Clavel. Hey, DropTheMike. Oké, we moeten echt... Er zijn zoveel verschillende dingen waar we dus heel voorzichtig mee moeten zijn in deze dagen. Oké, Clavel. Is goed, jongen. Gaan we doen. Wow, kijk die... Wie staat daar dan met die haren? Zo, die heeft een bosje haren daar op die kop zitten, of niet? Zie je dat? Moet eens kijken, joh. Wat is dat voor lijp figuur, joh? Very well, champion Nemona. Oké, niemand weet waar het over gaat. Oh joh, die ziet er wel erg lijp uit, hè? Oh, sorry, zegt ze. Sorry. Geen probleem, hoor. Ey, DropTheMike, hey, hoe is het? Wie was dat? Zeg, oh, je bent er wel in geïnteresseerd, hè? Die dame is, nou, ze noemen haar La Primera. Ze zegt, ze is eigenlijk alles wat een Pokémon trainer... Wat je als Pokémon trainer wil zijn. Echt wel. We moeten dus 8 Pokémon gyms winnen om badges te verzamelen. Als we dat gedaan hebben, dan hebben we een speciale test. En zo kunnen we dus Pokémon kampioen worden. Oké. Oh, dat is wel vet, hè? Of niet, man? We moeten gewoon 8 van die gyms ook pakken. Oké, de speaker die ging af in de school. DropTheMike. Wil je alsjeblieft naar de kantoor komen van de directeur? Hier, daar gaan we. Hey meneer Clavel. Hij zegt, dankjewel dat je bent gekomen met DropTheMike. We moeten even connecten. Oh, we gaan facetimen via de tv. We gaan tv-timen. Hallo DropTheMike. Wat geweldig om jou te ontmoeten. Mijn naam is professor Turo. Hij is nu aan het researchen in de Great Crater of Paldia. Oké, laten we gewoon meteen straight to the point komen. DropTheMike, jij bent aan het reizen met een Pokémon genaamd Miraidon. Is dat correct? Ja, dat klopt. Dankjewel. Ik waardeer het dat je gewoon de feiten eventjes bevestigt. Wow, daar is Miraidon opeens. Wat doet die dan opeens in dat kantoor? Die Miraidon is ook helemaal gek geworden, hè? Wil jij alsjeblieft voor Miraidon zorgen? Zeker! Wow, oké. Dan gaan wij voor Miraidon zorgen. Het is toch super? Gaan wij dat gewoon doen, hè? Oh joh, we gaan gewoon voor Miraidon zorgen. Wel vet hoor, hè? Oké, hij is dus nog niet ready om te battelen. Maar dat met de tijd wordt hij dus steeds sterker en krijgt hij steeds meer dingen wat we met hem kunnen doen. Die meneer Jacques die wil ons even de kamer laten zien waar we moeten slapen. Oké, laten we gaan. We gaan even naar onze kamer. Gaan we even pitten. Nou, mooi kamertje wel hoor. Lekker man. Kunnen we hier lekker pitten en zo? Oh hier, staat ook. Als we gaan slapen dan worden alle Pokémons beter. Dus echt, zorg maar dat je goed uitrust zodat we weer kunnen battelen. Is goed Nemona, gaan we doen. Nou, gaan we even pitten. Nou, mooi of niet hè? We zijn op school jongens, we zijn op school aangekomen en wat een mooie school hè? Ding dong dong ding. Attentie alle studenten. Er is een nieuwe, er is iets nieuws, iets belangrijks. We moeten allemaal naar de tuin van de school komen. Het is tijd! Zo. Zij is wel druk hè, ik vind haar wel mooi hoor, zij is wel enthousiast. Oh, ik heb echt voor altijd hierop zitten wachten zegt ze. Kom op, laten we naar de tuin gaan, snel. Anders staat hij maar op het podium. Oké, het ziet eruit dat iedereen hier is. Nou, dan is het nu tijd om uit te leggen wat jullie studie gaat worden. Het heet de Treasure Hunt, schattenjacht. We hebben zoveel geleerd hier binnen de muren van deze school. Maar nou is het tijd om naar buiten te gaan. Om te gaan schatten jagen. Wij moeten Paldea gaan ontdekken. Wow, Slowpoke. We moeten Pokémons gaan ontdekken. Mogen we nu echt... Oh, mogen we nu echt rondlopen? En we moeten mensen leren kennen. Wow. Mogen we nu echt overal naartoe? Ja, we mogen nu doen wat we willen, denk ik. En onze Pokémon partners zijn daar om ons te helpen. Jullie willen lekker gaan reizen. We gaan nieuwe dingen leren. Tuurlijk zijn we blij, gek. We gaan de open wereld in. We gaan maaien, gek. Woe! Ik kan even niet meer gewoon met mijn blijdschap overweg. Jij dan? En papa. Ik heb je zoveel zin in. Gaan we vandaag naar de woestijn? We doen alles vandaag. Kijk dan, die lijkt een beetje op die Miraidon. Saclizer. Wow, dat is ook een... zegt Miraiding out. Hé, papa. Is dat misschien een evolutie voor de tweede keer van Miraidon? Dat weet ik niet. Denk ik wel. Oké, we gaan. Clavel zegt, let's go, daar ga je. Kijk, die Nemona, die is helemaal gek geworden, die zegt, oké, let's go, zegt ze, we gaan. Daar gaan we. Let's go, daar gaan we. We hebben een heel gesprek gehad om naar de woestijn te gaan. Kom. Huppakee, gas erop. Ja. Jij wil zo graag naar de woestijn toe, hè? Ja, maar zij praat echt zoet. Drop the mic, hier. Die Arven weer aan, hé. Oké, ze hebben nu dus ruzie, hè, met z'n tweeën, die Arven en Nemona. Want die Nemona zegt, je moet Pokémon kampioen worden. Die Arven zegt, nee. Hij moet kruiden ontdekken. Ze zeggen nu, maar hij mag zelf weten waar hij naartoe gaat. Oh, de telefoon die gaat weer af. Hey, DropTheMike. Cassiopeia hier. Het gaat over Operatie Starfall, weet je dat nog? Oké, we moeten dus ook al die Team Star beken. Oh, kijk dan hier, er zijn er 5. Zie je dat? Wat? De Fairy Crew, de Fighting Crew, de Poison Crew, de Fire Crew en de Dark Crew. Dus we hebben nu veel te doen hè. We hebben nu dus gym badges die we moeten doen. We hebben die kruiden die we moeten doen. En we moeten Operatie Starfall doen. Huh? Miraidon komt weer. Wat heeft die Miraidon dan? Hij zegt dat we op zijn rug moeten springen. Wow, als we dus... Oh, we kunnen op Miraidon drukken hé. Wow, kijk dan hé. Oh, we hebben gewoon een Miraidon nu als motor of zo. Oh, kijk dan, we kunnen gewoon lopen. Wow, dat is vet hé! Oké. Oh, we kunnen nu dus gewoon echt de stad of de map in. We kunnen doen wat we willen nu hè guys. Woe! Oké, guys, in de volgende video gaat ons avontuur dus echt beginnen. Noah wil echt super graag naar de woestijn. Dus we gaan die kant gewoon op. We gaan het meemaken. Oh, ik ben super enthousiast. We hebben er super veel zin in. Hebben jullie er ook zin in? Knal die dikke duim. Abonneer op het kanaal. Zorg dat je geen video mist. En in de volgende aflevering gaan wij dus daadwerkelijk beginnen. Super bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Mazzel!